Ik ben op een gegeven moment begeleidingskunde gaan studeren, de kunst van het begeleiden. Daar werd ik geconfronteerd met mensen die meer hadden dan alleen een coachvraagstuk, noem het een trauma. Ja, daar had ik geen antwoord op. Toen ben ik mij meer gaan verdiepen in trauma's. Ja, dat heeft voor mij een enorme openbaring gegeven in de duistere wereld van trauma's en wat dat doet met mensen. En toen begon ik te merken dat ik eigenlijk heel effectief veel kon betekenen voor mensen. En dat, ja, je merkt, ik word er heel enthousiast over, terwijl het eigenlijk misschien niet op zijn plaats is. Want je hebt het wel over mensen die de donkerste kant van hun leven meemaken. En die mensen verder helpen, hè, de zaklamp zijn voor deze mensen op weg helpen. Ja, dat is mijn innerlijke drive.